Hallo allemaal, ik ben Carlijn en we zijn weer bij de ponies. En vandaag gaan we weer leuke dingen met ze doen. Wij gaan zo, dan ga ik op Hercules rijden. En dan gaat mijn moeder, die gaat dan met Pietje aan de lange lijnen. En dat is een soort van mennen, alleen dan zonder kar. En dan is een soort van mama de kar en de bestuurder in één, dat. En nu zijn we ze aan het voeren. En komen we even in. Even door het hek heen. Open. Hallo. Het hek kan open hoor. Ja. Ga ik even uit mijn stuur. Ja, is goed. Hey, dit is Hercules. Wacht, ik kan ook gewoon een beeld gooien. Ik ga nu eventjes de poetsspullen vast klaarleggen. Ik kan wel even laten zien. Kijk. Hier hebben we een bak met poetsspullen. Ook handschoenen van mij zit erin. Die gaan we zo even klaarleggen. En in de poetstas. Dan gaan we die even hier neer. Ja, dit zijn onze brokken. Voor als ze klaar zijn, dan krijgen ze er eentje voor als beloning. Even, dit is niet mijn handschoen. Nee. En dan pakken we deze even. Nou, deze pak ik zo al, want dat kan niet met één hand. Ik leg deze vast klaar. Even zo. Met teugels eraan natuurlijk. Zo, oké. En die hangen we dan even hier op. Oh. Ja, best lastig met één hand. Ik ga zo met dit zeil rijden, alleen dat lukt me niet met één hand, dus dan doen we dat zo meteen wel. Zweepje. Zweepje gebruik ik niet, maar gewoon even voor de zekerheid. Ik gebruik ook deze, dus die leggen we ook even hier neer. Even kijken. Oh ja, deze met het pakken. Gewoon ook even hier. Hangen we ook even hier op. Zo. Even hier op. Even kijken. Mijn handschoenen. Die pakken we ook even. Hier zo. Dit is niet mijn handschoen. Ja, ik heb ook oude handschoenen. Even kijken hoor. Waar zit goede handschoen in? Ik weet het niet. Ja, dit is één. Nou ja, dan kijk ik zo even. Ja, deze handschoenen. Even kijken. Hier hebben we de peesjes en zo. Ja, hier hebben we een lingerie aan. Vlieg. Oornetje. Misschien kan het oornetje ook wel op. Doen we deze er ook bij. Want dat staat wel leuk bij het dekje. Ik kan wel even laten zien. Kijk. Allebei oranje. Ja, dit is... Deze oortjes zijn dezelfde oranje kleur, maar deze is wat donkerder. Maar dat maakt niet uit. Dus deze leggen we hier neer. Kijk, die. Doe even hier zit op. De koekjes.
Even de zweep aan de kant. Die leggen we even daar neer. Kijk, hier hebben we ook nog oornetjes. Kijk, oornetjes. Oh, wit is ook wel leuk om een keer op te doen. We hebben ook paars. Dit zijn de beestjes van Pietje. Zo. Er is nog een borstel, die kan er ook wel bij. Borstel. Zo, doen we even daarin. Dit hebben we niet meer nodig. Even kijken. Oh ja, ik kan vast mijn cap pakken. Die hangt hier. Zo. Heb ik de cap? Kijk. Ja, ik pak nu alleen de spullen voor paardrijden met mij en Hercules. Alleen pak ik ook eventjes een paar spullen voor het mennen met mama en Pietje. Ja, Pietje kan dat. En trouwens, mijn gebroken arm, daar heb ik nu geen last meer van. Ik kan gewoon weer alles mee doen. Ik denk niet meer dat het gebroken is. Dus dat is wel fijn. Even kijken. Hier past het bijna niet. Ja, ik leg het anders even hier neer. Wil dat niet? Nee. De rest pak ik later wel. Nu ga ik even Hercules pakken. Want daar ga ik zo mee rijden. Kijk maar even of hij wil drinken. Ik heb dat tonnetje gevuld. Ja. Hij wil even eten. Oké, okay, laat ik Pietje er even uit, ja? Ja, is goed. Pietje moet zo ook even wat doen, maar die mag even eerst hier. Met voeren zetten we dat even apart. Verder lopen ze gewoon altijd buiten. Kijk, mag jij hier even schuwen? Ha, jongen. Ben je al in slaapmodus? Ja, schatje toch. Ja, jij mag zo ook wat doen. Ja, jij mag zo ook wat doen. Zo. Boom. Kan jij hier even wat eten vast? Wat hooitjes? Nou, ga ik weer naar Carlijn. Oh. Draadjes even weg. Kijk, hij gaat even de bak van Hercules uitlebberen. Zit er nog wat in? Oké, okay, even kijken waar Carlijn is. Hij is lekker aan het eten, zeker. Nee. Dus wil die liever even eten. Ja, die wil lekker gras eten. Ja. Nou, kom even vast. Ga je even borstelen? Ja. Ik doe deze, want deze is wel lekker. Hij is helemaal niet vies eigenlijk. Nee, maar hij vindt het wel fijn, lekker. Goed bij de singel. Ja. Beentjes. Moet
moet zo niezen. Dan moet je niezen. Het is 8:00 ochtends, mensen. Het wordt heel warm vandaag. Ja. Dus we rijden niet met hitte. Oh, ik moet bijna niezen. Ik wil van niet. Van de stof. Ja. Hier, fijn. Lekker kriebelen onder je buikje. Ja, even goed, goed poetsen. Zadel ligt erop. Kijk. Ja. En, lijkt nog een beetje gek zo, maar. Ja, alleen hij duwt zijn nek nog omlaag. Ja, hij is een giraf. Ja. Dan, nou, doen we nu het hoofdstel. 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 Dit is een halster. Ja, dit is een halster zonder bit. Ja. En een hoofdstel heeft een bit, dus dat is dat andere. Dit is het hoofdstel. Een en dit is het men-hoofdstel. Dat had Carlijn al laten zien, volgens mij. Ja, heb ik al laten zien. Kijk, dit is het hoofdstel van Hercu. Supermooi. Nou, dan gaan we dat even indoen. En tada! Nou, jij lekker rijden? Ga ik zo Pietje klaarmaken, want die doe ik aan, die moet wennen aan het hoofdstelletje van het mennen. Oogklepjes. En dat doen we omdat we uiteindelijk ook echt op pad met hem willen, dus ik wen hem er wel gelijk aan. Zonder oogkleppen kan hij sowieso. Maar ja, langzaamaan wennen. Oh, hij is goed wakker volgens mij. Natuurlijk de...